Welkom bij het themablok over water en dan natuurlijk waterplanten. We zijn wel bij het Flora Festival namelijk. De eerste spreker is ecoloog. Werkt bij Deltares, Radboud Universiteit en ook Beware. Heeft in zijn carrière veel onderzoek gedaan aan ook het hele ecosysteem. Dus niet alleen de planten, maar ook hoe functioneert dat nou. Maar heeft ook wel een passie voor alles wat groeit in het water. Zoals jullie mogelijk wel weten, is er meer dan 30 jaar geleden een boek verschenen, Waterplanten, Waterkwaliteit, door Jan Roelofs onder andere. Ja. Daar is nu bijna een vervolg op. En wij zijn natuurlijk hartstikke benieuwd, hoe is het nou met die waterplanten gegaan de afgelopen jaren? Dat gaat u vertellen. Dames en heren, Gerben van Geest. Hartelijk dank. Ook hartelijk dank voor de uitnodiging. Zoals inderdaad net al werd aangegeven, is de aanleiding voor deze presentatie is inderdaad het boek Waterplanten en Waterkwaliteit. Ongeveer 30 jaar geleden, ik denk dat wel een aantal van jullie of misschien veel dit boek kennen, dat blauwe boekje van Jan Roelofs, Waterplanten en Waterkwaliteit. En het was toen eigenlijk, dat was gebaseerd eigenlijk op een groot veldonderzoek waarbij die op 600 plaatsen door heel Nederland eigenlijk ging. En daar zowel de waterkwaliteit, bodemkwaliteit als ook de vegetatiesamenstelling. Is daar gemeten. En op grond daarvan is eigenlijk de hele relatie tussen de waterchemie, de bodemchemie en waterplantsamenstelling, dat staat in dit boek toegelicht. Nou, dat boek is niet alleen maar gewoon dat had veel inhoudelijke kennis, maar dat zat ook sterk richting de toepassing. Dus het werd ook veel toegepast eigenlijk door waterbeheerders en natuurbeheerders. En er was eigenlijk de afgelopen jaren was steeds al de vraag van ja, we zouden eigenlijk wel graag willen dat er een nieuwe update komt van het boek. Op een gegeven moment is Jan Roelofs, die had toen nog geen tijd, omdat hij toen zeg maar, nog hoofd van de groep was. Maar Jan ging met pensioen en die zei, nou, waar ik nu ook nog zin in heb, dat is eigenlijk een nieuw veldonderzoek. En ook eigenlijk dus een nieuwe druk maken van het boek. Want waarom dan eigenlijk een nieuwe druk? Nou, ten eerste plaats is er de afgelopen jaren, tientallen jaren, eigenlijk veel meer nieuwe kennis, die ook heel functioneel eigenlijk is heel toepasbaar voor het waterbeheer. Er zijn ook allerlei betere technieken, met name qua monsternamen. En dat gaat met name eigenlijk richting de bodemchemie. Dat wist men toen 30, 40 jaar terug niet. En dat met name de waterbodem speelt ook voor waterplanten een hele grote rol. Daarnaast zeg maar, is dat onderzoek van Jan Roelofs zeg maar rond 1980. Dat was echt tijdens de hoogtijdagen van zure regen. Dat is een term die je tegenwoordig weinig hoort. Maar zure regen, het was toen een heel sterk verzurende depositie. Dat zal ik zo nog meer laten zien. Dat is tegenwoordig wel afgenomen. Het is nog steeds veel te hoog. Maar het is wel afgenomen. Maar goed, die effecten van zure regen, die afname, die is wel duidelijk terug te vinden. Bijvoorbeeld in de vegetatie van de vennen. En daar zal ik dan ook een aantal voorbeelden van laten zien. Nou, bijvoorbeeld in allerlei verschillende landschappen zijn ook veel herstelmaatregelen uitgevoerd. En daar is ten eerste eigenlijk al, daar is ook veel monitoring, onderzoek heeft plaatsgevonden. En ook daardoor is er herstel opgetreden. En dat draagt ook weer bij aan die kennis. En om die reden dus is er in 2015 eigenlijk al, is dus met geld van waterbeheerders en van de provincies en ook vanuit STOA. STOA is eigenlijk de overkoepeling van de waterbeheerders, van regionale waterbeheerders. Die is opdrachtgever voor dit project. Dan is eigenlijk de opdracht van, voer een nieuwe veldcampagne uit. Dat is dus eigenlijk dat we op een heleboel punten in Nederland dus weer zijn gemeten. Zowel waterchemie, bodemchemie, als ook welke soorten waterplanten staan er nu. En ook weer een nieuwe tweede druk van het boek waar eigenlijk al de nieuwe kennis eigenlijk in verwerkt zit. Plus ook allerlei data-uitwerkingen van die nieuwe data. Wij zijn eigenlijk zelf iets van 850 locaties afgegaan eigenlijk de afgelopen jaren, Jan en ik. En er waren eigenlijk nog ook allerlei andere datasets van de afgelopen jaren waar eigenlijk soortgelijke informatie in zat. Met name ook met die nieuwe meetmethodes eigenlijk ook voor die waterbodem, dat speelde voor ons wel een grote rol. Dus uiteindelijk hebben we hier dus nu zeg maar een dataset opgebouwd van rond de 1500 punten. Een deel van die punten zijn ook herbemonsterd van het oude onderzoek wat Jan Roelofs rond 1980 heeft uitgevoerd. En dat is eigenlijk zeg maar de basis waar, en met alle nieuwe inhoudelijke kennis die er überhaupt al afgelopen jaren is bijgekomen, waar eigenlijk de tweede druk van het boek op wordt gebaseerd. Nou, dit is van de evocatie, het zijn ongeveer 1500 punten. Ze liggen hier al sterk over elkaar heen, maar het is even als beeld van, ze zijn eigenlijk door heel Nederland heen geweest. En ook brakke wateren, beken, rivieren, hebben eigenlijk alle verschillende watertypen binnen heel Nederland, het IJsselmeergebied. En ook zeegras, dat hebben we allemaal meegenomen.
En nou, de titel is veranderende inzichten van waterplanten. Nou, dat kun je breed opvatten. Je kan zeggen van, nou, ik kan naar de inhoud kijken van, nou, wat zijn nu veranderende inzichten? Welke factoren nu waterplanten sturen? Nou, daar zal ik een aantal dingen zal ik daar kort van aangeven. Maar ik wil deze presentatie ook eigenlijk gewoon de nadruk op leggen. Er is heel veel kennis is er dus ingezameld de afgelopen jaren. En die kennis is ook heel praktisch van toepassing geweest voor de uitvoer, voor de goede uitvoer van herstelmaatregelen. Dus dat in die zin herstelmaatregelen werken. En dat wil ik dan eigenlijk ook laten zien. Nou, dat wil ik dan eigenlijk laten zien met de trends van een aantal soorten die op verspreidingsatlas.nl staan. Die trends zijn de afgelopen maanden bijgewerkt en die geven eigenlijk een mooi beeld van voor- of achteruitgang van waterplantsoorten. En nou, ik wil eigenlijk ook laten zien, er zijn echt wel een aantal zaken zijn er beter geworden. Vroeger was het water sterk uitroof, heel voedselrijk en ook heel veel algen en daardoor eigenlijk weinig waterplanten. Nou, dat is in best wel wat habitattypen in Nederland, in landschapstypen, is dat beter geworden. Dus dat wil ik eigenlijk laten zien, maar er zijn uiteraard ook nog wel de nodige knelpunten, dus daar ga ik ook op in. Allereerst zeg maar de zuurregen of de depositie van de atmosferische depositie van verzurende stoffen, zoals het dan precies heet. Hier zie je, zijn er twee boosdoeners. Tegenwoordig hoor je natuurlijk vooral over stikstof, maar 30, 40 jaar terug was ook de zwavel, dat speelde een hele grote rol. En hier zie je eigenlijk de optelsom van beide. En je ziet dan eigenlijk dat met name zeg maar rond 1970, 1980, dat toen de depositie eigenlijk van die twee samen van verzurende stoffen, dat die echt heel hoog was. Rond 6000 mol zuur per hectare. En dat die tegenwoordig eigenlijk ook best wel weer sterk is afgenomen. Als je dan zeg maar uitsplitst naar dit is dan zeg maar het plaatje enkel voor de zwaveldepositie. Die zwaveldepositie kwam onder meer vanuit kolencentrales. Nou, die kolen is een soort ontzwavelinstallaties op dat rook is er eigenlijk bijgekomen. Dus die konden vrij effectief zeg maar, de zwaveldepositie kon verminderen. Nou, hier zie je eigenlijk rond 1980 dat hij nog heel hoog was. En eigenlijk door de uitvoer van maatregelen is die nou heel sterk afgenomen tot eigenlijk gewoon een soort niveau van, nou ja, zeg rond 1900. Dus eigenlijk is het probleem van die zwaveldepositie is op die manier eigenlijk door maatregelen is die helemaal uit de wereld geholpen. En dat heeft dus ook een grote bijdrage geleverd van de afname eigenlijk van die zure depositie over de afgelopen 30 jaar. Nou, stikstof, dat is wel bekend, dat is natuurlijk minder. Dat is voor een deel natuurlijk landbouw en ook voor een deel autoverkeer. Dat is ook afgenomen, wel minder natuurlijk. Met, nou ja, nog het merendeel eigenlijk wat vanuit de landbouw komt, dat is dit lichtblauwe stuk. En het donkerblauwe, dat is dan vanuit het autoverkeer meer. En nogmaals, het is afgenomen, je kan de effecten zien, maar dat is algemeen bekend. Het is nog steeds te hoog voor veel gevoelige soorten. Daar wil ik het nu wat meer over vennen gaan hebben. Je hebt eigenlijk verschillende ventypen. En als je het een beetje schematisch weergeeft, dan is eigenlijk welke ventypen dat nu zijn, dat hangt ook sterk af van welke positie ze binnen het landschap innemen. Je hebt bijvoorbeeld de echt zure vennen, die liggen dan hoog in het landschap. Nou, je ziet eigenlijk omdat ze zo hoog in het landschap liggen, ontvangen ze eigenlijk heel weinig grondwater. En betekent eigenlijk dat het water wat in die vennen komt, dat is eigenlijk voornamelijk regenwater en er komt eigenlijk nauwelijks grondwatervoeding bij. Dus ja, regenwater is van nature al ietsje zuur, dus het zijn eigenlijk zure vennen en vegetaties die je daar dus voornamelijk voor planten hebt, dat zijn vaak veenmossen. Als je dan wat lager gaat, dan heb je de zeer zwak gebufferde vennen. Die liggen dus ietsjes lager in het landschap, dat betekent dat er van hogerop zeg maar, ietsjes grondwatervoeding ook naar die vennen toe kan komen. Nou, al kijk je naar de zandgronden, op de hogere zandgronden in Nederland, dan zijn die overwegend kalkarm, maar dan kan toch een beetje iets wat kalk kan zeg maar, in die bodem aanwezig zijn. Dat betekent dat er iets wat bufferstof eigenlijk met het grondwater mee kan komen. Vandaar dus dat je een iets hogere buffering hebt zeg maar, van die zeer zwak gebufferde vennen. En als je dan nog lager in het landschap komt, ja, dan kom je eigenlijk in het, dan zit je bij de zwak gebufferde vennen. Die kunnen echt op diepere grondwaterstromen zijn die aangetakt. En daar, omdat het van die diepere grondwaterstromen heeft, dat waar grondwater zit er veel langer eigenlijk in de bodem en heeft ook meer kans gehad om kalk op te nemen vanuit die bodem. Dus dan heb je daar meer bufferstof. Dus je hebt eigenlijk van nature een soort gradiënt van hoog naar laag, van zuur zonder, met nauwelijks buffering tot zeer zwak gebufferd naar zwak gebufferd. Dan wil ik eigenlijk nu verder doorgaan, eerst eigenlijk op die middelste categorie, die zeer zwak gebufferde vennen. Een kijkje wat daarvoor voor soorten eigenlijk kenmerkend zijn, is met name eigenlijk oeverkruid.
En ook bijvoorbeeld, maar dat zijn er wel hele zeldzame soorten, nog steeds in Nederland, bijvoorbeeld waterlobelia en grote en kleine biesvaren. Nou, al kijk je zeg maar naar de groeivorm van die soort, wat er eerst opvalt is dat ze eigenlijk ja, van die prima ronde bladeren hebben, zeg maar. En ook een hele grote wortelbiomassa, relatief zeg maar, ten opzichte van het bladvolume. En dat noemen we hier dus eigenlijk een bepaalde groeivorm, dat heet dan de isoëtide groeivorm. En dat, ja, wat eigenlijk heel sterk limiterend is in die wateren, dat is niet zozeer stikstof of fosfor, maar dat is juist koolstof. Er zit eigenlijk heel weinig CO2 zit in het water zelf. En dat is zo laag dat eigenlijk de concentraties in het oppervlaktewater, die zijn te laag eigenlijk om groei van ondergedoken waterplanten mogelijk te maken. Nou, en eigenlijk een van de aanpassingen die soorten hebben eigenlijk om dan toch te kunnen groeien in dit milieu, dus echt een milieu dus voor specialisten, dat is een heel uitgebreid wortelstelsel. En dat wortelstelsel dat kan ook CO2 dan vanuit de bodem opnemen, want daar zijn de concentraties wel weer ietsjes hoger. En wat die wortels bijvoorbeeld ook doen, die bladeren die hebben fotosynthese, dus die produceren zuurstof. En ze pompen dus ook veel zuurstof richting die wortels en dat gaat dan uit die wortels. En dat kan dan weer voor een beetje afbraak zorgen van organisch materiaal wat in die bodem zit, waar weer extra CO2 bij vrijkomt. Dus ze hebben echt, dit is echt een milieu van specialisten. En dat is vooral eigenlijk de aanpassing die ze hebben, die zijn heel sterk gericht op dat eigen koolstof eigenlijk een sterk limiterende factor is voor deze soorten. Nou, om hier even een voorbeeld te laten zien van dat inderdaad echt die koolstof zeg maar sterk sturend is. Je bijvoorbeeld de bergvennen bij Denenkamp. Nou, dan zie je hier bijvoorbeeld een plaatje hier links. Zie je in het water hoge koolstofdioxideconcentratie rond 200. Terwijl die waterlobelia die heeft echt concentraties nodig van rond de 50. En als die concentraties zo laag zijn, dan kan die daar goed groeien. Nou, er zijn bijvoorbeeld maatregelen uitgevoerd en dat is vaak wat men heeft uitgevoerd, is dat de venbodem geschraapt is, dus opgeschoond. Want die hadden vroeger, zeg met name met die zure regen, was eigenlijk een dikke sliplaag was daardoor ook gekomen op die bodem. En de hydrologie is ook hersteld, zodat de natuurlijke grondwaterstromen weer terugkeren. En wat je hier ziet op het ogenblik, zeg maar, dat die herstelmaatregelen uitvoert, zie je in ieder geval ook dat die CO2-concentraties sterk dalen. En vanaf dat punt zie je, dit zijn de aantallen van de waterlobelia, die zie je dan op dat ogenpunt weer, zeg maar, weer sterk pieken. Nou, en dat is bijvoorbeeld een van de dingen, deze vennen die waren eerst sterk verzuurd door de zure regen. Daar zal ik zo nog wat later wat meer van zien, maar door eigenlijk maatregelen uit te voeren, dat die verzurende depositie die is minder geworden. En daardoor hadden we zeg maar, zulke maatregelen hadden nu wel effect. Als je dat nog echt in tijden van die hoogtijdagen had gedaan van zure regen, dan was er nog te veel zure depositie geweest om dit mogelijk te maken. Nou, waterlobelia is echt een hele zeldzame soort. Die kun je nog letterlijk steeds, denk ik, op één hand tellen, letterlijk, het aantal groeiplaatsen in heel Nederland. Dat geldt in veel mindere mate voor oeverkruid. Dit is zeg maar de trend op verspreidingsatlas.nl van oeverkruid. Ik laat een aantal van zulke figuren zien. Die groene lijn die ik hier heb weergegeven, die zit steeds op de 100%. Dat is rond 1979, zeg maar, dat punt. En je ziet hier dat die met een factor 2,5 is toegenomen. Nou komt oeverkruid niet alleen in vennen voor, maar die kan ook in poeltjes op de Waddeneilanden voorkomen. Maar je ziet in ieder geval wel duidelijk dat oeverkruid dus, die heeft duidelijk geprofiteerd van en de afname eigenlijk van die zure depositie in combinatie met herstelmaatregelen die dus in die vennen zijn uitgevoerd. Dus positief verhaal. Zwak gebufferde vennen. Dan gaan we dus echt weer één stapje lager in het landschap. Die zwak gebufferde vennen werden dus door diepere grondwaterstromen die dus ook rijker zijn aan koolstof. Nou, er zitten een ander type soorten zitten erin. Je zag net die kleine oeverkruidsoorten, dat zijn echt van die priemblaadjes. En dat kan een soort, nou, bijna een soort grasmat letterlijk op de bodem zijn. Maar dit zijn soorten die echt nog een deel van de waterkolom kunnen vullen. Bijvoorbeeld als je ongelijkbaardig fonteinkruid hebt en je hebt best wel veel of 1000 knopen van fonteinkruid. Dat is meer watervullend. Daar zit ook dus ook meer koolstof in het water. En dan laat ik nu eigenlijk even wat resultaten zien, zeg maar, van vergelijking eigenlijk van rond 1980, de resultaten, en nu. Dit is eigenlijk het onderzoek van Jan Roelofs ten opzichte, rond 1980, ten opzichte van de laatste jaren. Dan is het rode, zeg maar, die rode balkjes, dat zijn zeg maar de metingen rond 1980. En de blauw-groene balkjes, dat zijn de metingen van de laatste jaren. En dan heb je hier dus de verschillende categorieën vennen, dus zure vennen, zeer zwak en zwak gebufferde. Nou, wat je eigenlijk rond 1980 had, dat heel veel vennen die waren sterk zuur, dat zie je hier. Die hadden eigenlijk een groot deel, die had een pH lager dan 4 en dat is echt laag.
En dat waren niet zeg maar de natuurlijke zure vennen die boven in het landschap liggen, maar het waren ook de vennen die lager liggen. Dus die eigenlijk hogere buffercapaciteit zouden moeten hebben, maar die dus eigenlijk verzuurd waren door die zure neerslag. Nou, en dan kijk je nu, dan zijn er eigenlijk, die is die pH, dit is de pH, dus dat is de zuurgraad van de vennen. Die is tegenwoordig, dus eigenlijk van die vennen, is die duidelijk hoger dan dat die nu is. En je ziet vroeger, bijvoorbeeld hier hadden ze toen, ik weet niet of die aantallen zichtbaar zijn, maar hier staat het aantal van 35 vennen. Dus eigenlijk hadden toen heel veel zure en verzuurde vennen toen, rond 1980. En er waren maar heel weinig, 5 en ook weer 5, van zeer zwak en zwak gebufferen. Dat geeft eigenlijk al aan dat heel veel van deze en deze vennen, dus de zeer zwak en zwak gebufferen, dus verzuurd waren in rond 1980. Nou, en wat je in feite ziet, rond 1980, dus die pH was heel laag. Wat je dan hebt, als een pH lager is dan 4, dan is wat in zand zit, dat is aluminium. En aluminium, als het vaste stof is, dan is dat gewoon helemaal niet giftig. Dan heeft het geen effect. Maar als de pH lager dan 4 wordt, dan gaat het oplossen. Ja, en dat kan dan echt in hele lage concentraties kan het wel sterk giftig zijn. Ja, en de enige soorten, bijvoorbeeld waterveemos is een soort die ervoor kwam, of knolrus. En wat je eigenlijk ook op door die hele lage pH in combinatie eigenlijk met die toxische concentraties, dat allerlei verschillende microbiële processen tot stilstand kwamen. En je had ook vanwege zowel de hoge depositie van zeg maar stikstof en zwavel, had je ook hoge concentraties van stikstof en sulfaat. En tegenwoordig zien we eigenlijk dat die pH altijd hoger is dan 4. Dus betekent eigenlijk dat aluminium tegenwoordig dus niet meer toxisch is. Wat je eigenlijk ook ziet is dat je een sterke toename hebt van het aantal zeer zwak gebufferde vennen. Hier zie je bijvoorbeeld het aantal nu zeg maar van 73 staan. Dus dat is echt, we hebben echt wel een grote stap gemaakt zeg maar, van dat die verzuurde vennen weer deels zwak gebufferd zijn geworden. Of zeer zwak gebufferd. En ook een sterke afname van stikstof en sulfaat. Nou, dat komt enerzijds omdat je ook gewoon minder depositie van die stoffen hebt, wat via de atmosfeer binnenkomt. Maar je hebt ook een herstel van microbiële processen. En dan heb je één proces, dat heet dan denitrificatie. En om een lang verhaal kort te maken, wat met denitrificatie gebeurt, is dat stikstof eigenlijk nitraat, dat wordt omgezet in stikstofgas. Dus op die manier heb je eigenlijk een natuurlijk proces, namelijk denitrificatie, wat ervoor zorgt dat eigenlijk stikstof vanuit het water naar de atmosfeer gaat. En in de atmosfeer, 80% van de lucht bestaat hier uit stikstof. Dus op die manier raak je eigenlijk ook weer stikstof kwijt. Hier staan een aantal trends weer van een aantal soorten die eigenlijk ook vooral voor die zwak gebufferde vennen, zeg maar, nou ook iedere keer is hier weer die lijn van 100% is weergeven als referentie. Ja, en je ziet dat veel soorten wel tot een factor 3 à 4 meer zijn toegenomen ten opzichte van de hoogtijdagen rond 1980 van zure regen. Dus ook hier weer voor veel soorten, niet alle, voor veel soorten weer een positief verhaal. Nee, dit is een trendberekening die door Floren eigenlijk ook is uitgevoerd in combinatie met CBS, waar ook sterk gecorrigeerd is voor verschillen in waarnemingsintensiteit. Dus daar zit een, en hoe dat precies is gebeurd weet ik niet, maar het is wel, want dat is echt wel een punt, je moet wel heel duidelijk, want de laatste jaren wordt natuurlijk veel meer waarnemingen ingevoerd dan vroeger, daar moet je wel voor corrigeren. Dus daar is hij voor gecorrigeerd. Gaat het nou met alle soorten goed? Nee, bijvoorbeeld soorten als ongelijkbladig fonteinkruid. Wat je daar bijvoorbeeld ziet, als een ven net is opgeschoond, dan kan die nog wel groeien. Maar toch, na een paar jaar, dan zie je dat die eigenlijk weer weggaat. Dus die is eigenlijk, dat wil nog niet zo. En je hebt nog allerlei andere soorten. Bijvoorbeeld, je hoort in vennen op langere termijn ook drijftillen te krijgen en zulke soort soorten. En dan kunnen ook alle hele leuke soorten zich op die drijftillen vestigen. En dat wil ook nog niet echt lukken. En dat hangt ook weer nog een stukje van de vroegere vervuiling eigenlijk van die vennen. Bijvoorbeeld, je kan nog wel soms best wel veel zwavel in het sediment zitten van sommige vennen. En ook nog steeds die hoge stikstoflast. Dus het is vooral wel meer de pioniersoorten. En in die zin zijn ondergedoken waterplanten toch wat meer pioniersoorten. Ja, die kunnen zich vaak dan wel goed hervestigen. De latere successiesoorten, daar hebben bijvoorbeeld een drijftil, is daar weer eentje van. Die hebben daar dan meer moeite mee. En hetzelfde geldt in veel sterkere mate eigenlijk. Nog voor allerlei macrofauna soorten. Bijvoorbeeld, juist doordat de laatste jaren heel veel vennen zijn drooggevallen, gaat het met een aantal specifieke libellensoorten vennen gaat het gewoon echt slecht. Vroeger was venglazen maken, kwam best wel veel vennen voor. En tegenwoordig,
Nou, ik geloof dat je letterlijk gewoon op één hand kan tellen het aantal plaatsen waar in de laatste jaren nog in Nederland voorkomt. Dus ik wil beslist niet zeggen dat het een positief verhaal is voor alles wat in die vennen voorkomt. Maar dit is in ieder geval, zeg maar, voor veel waterplantsoorten geldt dit. Dan wil ik nu even voor twee andere watertypen wil ik even aanstippen. Dat is eigenlijk binnendijkse brakke wateren. Jos Verhoeven, die was hoogleraar in Utrecht en die is gepromoveerd op vegetaties in brakke wateren, met name dan die van Rupia's. En wat hij eigenlijk zei was, nou ja, toen in zijn onderzoeksperiode namen ze eigenlijk sterk af en hij zei, nou ja, ik hoop maar dat ze in Nederland blijven. Maar de laatste jaren zijn er eigenlijk veel herstelprojecten zijn er uitgevoerd, met name eigenlijk op Texel en ook in het Deltagebied. Wat je hier bijvoorbeeld ziet op deze luchtfoto, dat is Planturenluur. Dat is eigenlijk als je vanuit de kop van Schouwen richting Zierikzee over de provinciale weg rijdt. Dat is deze weg. Dan zie je links en rechts, heb je allemaal plassen zijn er aangelegd. En die, nou, dat deel van Schouwen ligt heel laag. Lager dan de zeespiegel. En daar heb je dus veel brakke kwel. En daar hebben, zeg maar, ongeveer 4-5 jaar na aanleg vestigd zich de rupia's, beide soorten. En met name eigenlijk voor snavelrupia, die komt er heel veel voor. Dus eigenlijk zeg maar voor die rupia's, ook daar zeg maar, vroeger waren ze zeldzaam. Of echt, ze zijn nog steeds zeldzaam. Maar vroeger, nou ja, kwamen er echt maar heel weinig groeiplaatsen nog voor. En tegenwoordig is daar toch ook een duidelijk herstel is er opgetreden. Ook de waterkwaliteit van de grote rivieren is beter geworden. Je ziet hier links zie je de concentraties van stikstof en fosfor. Nou, die zijn sterk afgenomen. Dan zie je hier een soort als rivierfonteinkruid en dan zie je de trend. Nou, die is ook, zeg maar, die is tot de factor 8 is die meer toegenomen. Dat is waarschijnlijk, speelt ook die hogere temperaturen. Het is wel wat meer een warmte midden in de soort, speelt er ook een rol bij. Maar ook daar is dus, zeg maar, nou ja, die waterkwaliteit die heeft zich dus ook duidelijk hersteld. Met ook allerlei soorten. De biesbos staan al tegenwoordig ook vol met waterplanten. Onder meer ook met groot nimfkruid. Dus dat is ook mooi. Hetzelfde geldt eigenlijk, ik ga even sneller door, voor het IJsselmeergebied. Vroeger, 30, 40 jaar terug, was het troebel water, geen waterplanten. Nou, van oorsprong kwamen er veel kransvieren voor. Nou, ook doordat de Rijn beter van kwaliteit is geworden, het IJsselmeer wordt natuurlijk gevoed door de Rijn. Er zijn ook allerlei andere maatregelen zijn er uitgevoerd om de waterkwaliteit beter te maken. En het kaartje hier is de verspreiding van kransvieren. Heel veel van die randmeren, maar ook delen van de grote water, van Markermeer en van het IJsselmeer. Daar komen nu veel kransvieren voor. En zelfs zoveel dat je bijvoorbeeld een soort doorgroeid fonteinkruid, dat geeft nu echt voor veel overlasten zelfs voor de scheepvaart. Even kijken. Oh, ik ga denk ik de foute kant op. Nee, ik moet deze hebben. Okay. Dan ga ik nu, zeg maar, even door over de beken. Ik bedoel, het is niet allemaal positief. Wat je daar eigenlijk ziet is dat met name eigenlijk een aantal van wat zwakker gebufferde wateren. Dat is wel wat drijvende waterwegbreven, vlotte en waternonkel. En nog een aantal soorten teervederkruid. Die nemen nu sterk af. Of die zijn eigenlijk heel sterk afgenomen. En die zijn eigenlijk dan vervangen door soorten als drijvend fonteinkruid, sterrenkroos en waterpest. En ik laat nu even, zeg maar, kort een onderzoek zien van drijvende waterwegbree. Dat is een Natura 2000 habitatsoort. Die heeft maar een klein, relatief klein verspreidingsgebied. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld de verspreiding voor 1990 in de provincie Noord-Brabant. Dit is na 1990, dus echt een sterke afname. En dat is niet alleen voor Brabant. Dit is bijvoorbeeld de landelijke trend. Je ziet dat die ook gewoon nu ongeveer op 40% zit, zeg maar, ten opzichte van, nou, wat is het, iets van 30 jaar terug. Dus dat is echt een soort waar het echt toch niet goed mee gaat. Nou, wat ik even hier, ik ga niet in detail, maar wat je eigenlijk ziet is dat het zijn soorten van zwak gebufferde wateren. En dat betekent eigenlijk dat de buffercapaciteit, de hoeveelheid buffering in die water moet niet al te hoog zijn. Als je dat krijgt, dan krijg je dus waterpest en andere soorten die dus de drijvende waterwegbreken kunnen verder dringen. Nou, je ziet vooral dat die buffercapaciteit, de alkaliniteit noem je dan met een moeilijk woord, die is duidelijk hoger geworden in veel wateren. Dat proces, dat noem je dan waterverharding. En daarnaast zijn ook de fosfaatconcentraties zijn dan duidelijk toegenomen. Nou, waarom komt dat eigenlijk nou? Waardoor heb je nou eigenlijk in beken dat die vegetatie, zeg maar, sterk minder is geworden? Nou, je hebt natuurlijk de stikstof vanuit de landbouw, dat speelt een hele grote rol, die eigenlijk op verschillende manieren die waterverhardering geeft en ook via processen eigenlijk voor eutrofiëring zorgt. Dus eigenlijk de toename van fosfor. Nou, ze kunnen ook bijvoorbeeld ook bicarbonaat, dus water met veel bufferstoffen kunnen ze inlaten vanuit grote rivieren.
En dat werken slecht. Nou, afvalwaterzuiveringsinstallaties, die kunnen ook een invloed hebben. Dan wil ik het kort nog even. Dit is eigenlijk nog ingaan op nog een aantal andere soorten waar het echt nog niet zo goed mee gaat. Eén soort is paarbladig fonteinkruid. Dat is eigenlijk een soort voor, je komt vooral langs grote rivieren voor. En wat je daar ziet is eigenlijk een soort voor wel heel hard water, dus veel bufferstof, maar ondertussen toch laag aan fosfor. En nou, dit is de trend voor de afgelopen jaren, daar schrok ik zelf een beetje van. Hij zit nu eigenlijk maar op 20% zeg maar, van de verspreiding waar hij 20 jaar terug zat. Dus dat is echt een hele sterke afname van een soort. Die zit ook veel in landbouwgebieden. Die zit echt veel meer in landbouwgebieden dan dat hij in natuurgebieden voorkomt. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor rossig fonteinkruid. Dat is dan meer een soort voor beekdalen. Die zie je dus ook bijvoorbeeld sterk afnemen. En kransvederkruid is ook een soort voor beekdalen, maar met name eigenlijk ook voor laagvenen. En ook daar geldt voor dat die dus duidelijk afnemen. Dus dat zijn toch wel forse trends naar onder toe. Dus, en als ik het dan even samenvat, dit is dan eigenlijk min of meer de laatste slide. Wat is daar de oorzaak? Nou, we hebben de invloed van de landbouw, daar kan ik vrij kort over zijn, eigenlijk, want dat heb ik net al aangegeven. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de kreeften, die nou eigenlijk een hele sterke uitbreiding hebben. En die invasieve kreeften, die kunnen ook juist in kleine slootjes in het veenweidegebied, kunnen die een hele grote invloed hebben. Die knippen de vegetatie ook deels weg. En klimaatverandering, dat kan ook voor een soort verslechtering van de waterkwaliteit kan het veroorzaken. Nou, laatste slide. De waterkwaliteit is duidelijk beter geworden. Herstelmaatregelen werken. Dat wil ik even heel duidelijk. Dus dat je onderzoekt daarna. En als je die kennis toepast, dan zie je dus tot een duidelijke toename weer van soorten, van herstel van soorten. In natuurgebieden en rijkswater zie je dat de waterkwaliteit duidelijk beter geworden is. In de landbouwgebieden daarentegen is er nog steeds een duidelijke verslechtering. En je hebt nieuwe knelpunten, invasieve exoten bijvoorbeeld, of klimaatverandering. En ook dat stikstof eigenlijk niet alleen via de atmosfeer, maar met name eigenlijk voor waterplanten via het grondwater, dan ook nog een duidelijk negatieve invloed kan hebben. Dank. Dankjewel.